Welkom bij de Zorgkijker. Vandaag twee onderwerpen. 1. De eigen zorgcentrale. 2. Team welzijn op het werk met aandacht voor veerkracht. Sinds een tweetal maanden hebben wij bij het klantencontactcentrum de zorgcentrale opgericht. Daardoor zijn we nu dag en nacht open. In de dag betekent dat dat wij de oproepen behandelen, zoals altijd. Algemene vragen over het zorgbedrijf, de diensten die wij aanbieden, vragen over de planning. En dan s'avonds kantelt dat wel wat, want dan zijn het echt de noodoproepen. Dus als de mensen dan op hun knop drukken, hun noodknop van het persoonlijk alarmsysteem, zorgen wij ervoor dat ze geholpen worden. 3950 persoonlijke alarmsystemen zitten bij Zorgbedrijf Antwerpen en de rest bij Zorgbedrijf Vlaanderen. Bij het binnenkomen van de telefoon bepalen wij eerst hoe prioritair een telefoon is. Is het een dringende oproep of niet? Als de oproep prioritair is, dan gaan wij de personen verwittigen die daarvoor instaan. Als klanten in een serviceflat wonen, dan gaan wij als eerste contactpersoon het dienstencentrum verwittigen. Dat heeft als grote voordeel dat zij de klant kennen en zij kunnen dus naar de klant gaan, eventueel zaken klaarnemen en dan ook de mantelzorgers verwittigen en eventueel de ambulance verwittigen. Is het dienstencentrum echter gesloten of is het een privatieve klant, dan verwittigen wij ofwel het 24 uur zorgsteunpunt ofwel de mantelzorgers. Als er een acute situatie is, zijn het wij ook die de ambulance bellen en ook de nodige personen om de klant te gaan ondersteunen. Mutas was onze partner om die persoonlijke alarmsystemen op te volgen. En op een gegeven moment hebben die ons laten weten dat ze het niet meer gingen doen. Het was een beetje schrikken van hoe gaan we dat nu doen? Gaan we het zelf doen of gaan we het zelf uitbesteden? We zijn niet over één nacht ijs gegaan. We hebben toch beslist om een eigen zorgcentrale op te richten. In de eerste plaats om ons eigen cliënteel verder te helpen. En mogelijk in de toekomst dat we met andere partners samenwerken die ook van die systemen willen gebruik maken. Hiervoor zijn we samenwerkingen aangegaan met Sensotomie. Zij zijn de leverancier van Vital en Valère toestellen. En wat ook een belangrijke is, bij het klantcontactcentrum hebben we dan ook extra volk aangeworven om al die oproepen te kunnen behandelen. Wij hebben hiervoor verschillende opleidingen gekregen. De eerste opleiding is de EHBO-opleiding. Hier hebben wij tips gekregen over hoe dat wij met klanten in noodsituaties moeten omgaan. En het is ook zo dat wij dan ook een opleiding hebben gevolgd als calltaker. Hoe gaat je de klant benaderen? Hoe ga je met mantelzorgers in gesprek gaan? Hoe houd ik mezelf rustig? Hoe moet ik de klant rustig houden? Welke informatie is belangrijk? De klant mag niet merken dat er iets veranderd is. Maar voor ons is er wel veel veranderd, want wij hebben nu het voordeel, doordat we het zelf doen, kunnen we ook opvolgen. Als er iemand veelvuldig valt op korte termijn, is er misschien een grotere zorgbehoefte en kunnen we ook zien, kunnen we iets extra van hulp aanbieden. Dat is toch wel een belangrijke, denk ik. Wij krijgen verschillende soorten oproepen binnen. Het meest frequente zijn eigenlijk mensen die hun alarmsysteem testen. Dat is iets dat wij zeer veel aanmoedigen, want zo weten wij of hun systeem werkt. Ook hebben wij veel klanten die helaas ten onrechte soms het systeem gebruiken. Bijvoorbeeld om te vragen wanneer dat er poetshulp of gezinshulp komt. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat de mensen dan naar ons bellen, zodanig dat de lijn van de acute oproepen gevrijwaard wordt. En uiteraard hebben wij ook de echte acute oproepen. En daarvoor moet je er dan wel staan natuurlijk. Ik ben vooral fier op het team, hoe dat zij het aanpakken. Ons team heeft ervoor gezorgd dat er nu een 4200-tal klanten direct geholpen worden vanaf dat ze op hun knop drukken. Als we gaan kijken of iemand zijn job goed doet, wordt er vaak gekeken naar wat zijn de talenten die persoon heeft. Welke kennis heeft hij of welke opleiding heeft hij gevolgd. Maar eigenlijk, wat ook een hele belangrijke factor is om je job goed te kunnen uitvoeren, is je mentaal welzijn. En dat mentaal welzijn kan afhangen van heel veel verschillende factoren. Het zou kunnen dat je bijvoorbeeld stress ervaart door de werksituatie, dat je een conflict hebt binnen je team, maar ook privé kan het zijn dat je een aantal moeilijkheden ervaart, waardoor je eigenlijk op het werk ook minder goed gaat functioneren.
vandaar dat het eigenlijk heel belangrijk is om te zorgen voor je mentale welzijn, want zo zal je ook op de werkvloer veel meer voldoening en veel meer energie krijgen. Katja en ik, wij werken allebei op de preventiedienst binnen de dienst welzijn. Wij zijn allebei vertrouwenspersonen. Dat houdt in dat je bij ons altijd terecht kunt als je een probleem ondervindt op het werk. Dat kan gaan om grote of kleine problemen. Je hoeft je nooit te schamen of te twijfelen om met ons contact op te nemen. Een probleem zullen we altijd serieus nemen. Als het voor jou een probleem is, is het voor ons ook een probleem. Wij gaan in eerste instantie altijd naar je luisteren. Daarna gaan wij ook samen kijken hoe dat we tot een oplossing kunnen komen. Als je naar ons komt, dan gebeurt dat altijd in het volste vertrouwen. Katja en ik, wij hebben allebei beroepsgeheim. Wij gaan dus nooit iets doen met de informatie die je ons hebt verteld als je dat zelf niet wilt. We doen vaak individuele gesprekken met medewerkers om situaties die invloed hebben op het mentale welzijn. Maar waar we eigenlijk ook op willen inzetten, zijn meer projecten die eigenlijk iedereen, alle medewerkers aanbelangen en die ervoor kunnen zorgen dat je beter in je vel voelt. In mei hebben we een aantal acties rond gezondheid gedaan, onder andere rond beweging, rond gezonde voeding. De bedoeling is dat we een volgend project gaan opzetten eigenlijk rond veerkracht en weerbaarheid. Wij willen ons graag concentreren op veerkracht, omdat wij merken dat mensen het heel moeilijk hebben om een balans te vinden tussen hun werk en hun privéleven. Dat is ook heel normaal, want dat is ook een heel moeilijke oefening. Daarom willen wij ons bezighouden met vragen als hoe versterk ik die veerkracht, hoe behoud ik die veerkracht en hoe ga ik voor mezelf zorgen zodat ik die veerkracht kan behouden. Veerkracht is eigenlijk voor iedereen iets anders. Dus het is sterk individueel afhankelijk wat je effectief nodig hebt om je terug beter te voelen en je mentaal welzijn te verbeteren. Een voorbeeld daarvan kan zijn dat je gaat fietsen naar je werk, dat je graag gaat dineren of dat je afspreekt met vrienden. Of bijvoorbeeld een gezelschapsspelletje spelen of haken of breien. Dat kan ook positief zijn voor jouw veerkracht. Dus eigenlijk gaan we in de komende maanden in kaart gaan brengen wat dat veerkracht effectief inhoudt voor ieder van jullie en ons project daaraan op baseren en gaan verder uitbouwen. Mijn trucje om zelf tot rust te komen is mijn tuin. Als ik thuis kom van het werk, dan loop ik door mijn tuin, dan pluk ik hier en daar een verwelkt bloempje af of ik trek wat onkruid uit. En dan voel ik ook dat al de spanning en de stress van het werk van mij afglijdt en dan kom ik tot rust. Dus het zou ook natuurlijk fijn zijn als iedereen zo zijn persoonlijk trucje vindt om aan zijn veerkracht te bouwen om voor zichzelf te kunnen zorgen. Worstel je ergens mee en wil je daar graag met een van ons over praten, dan kan je altijd bij ons terecht en plannen we een individueel gesprek in om te kijken hoe wij jou verder kunnen helpen.